Hallo iedereen, welkom kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Jordan en vandaag zitten we in de game Noord-Brabant. Vandaag met de ambulance en wij hebben momenteel een melding gekregen dat er een agent, neer is geschoten. Dus wij moeten er met Prio 1 aankomen. Als je deze video weer leuk vindt, doe het duimpje omhoog. Dit is mijn eerste video in Noord-Brabant 2-4. Dus ja. Wij moeten met Prio 1 eraan komen. Goed. Nou, het is rood, maar wij mogen gewoon doorrijden, want wij hebben onze. Wij mogen gebruik maken van de vrijstelling. Zo. Nou, wat doet die Tesla nou? Meneer. Echt, ik kan ook niet rijden, joh. Het is verschrikkelijk, maar ja. Ik ben wel benieuwd hoe de volgende update gaat uitstralen. Ik heb een of ander woord met uitstralen. Ja, ik kan daar niks aan doen. Dat komt gewoon in één keer boven. Ja, ik doe een beetje onrealistisch. Ik ga even over het gras heen. Sorry. Ik ben voor de natuur, maar... Trouwens, ik heb gehoord dat er namelijk ook onweer komt vandaag. Dus, als jullie namelijk... Ik weet niet waar... Oh, ik dacht, ik maak eventjes een rondje van de... Ik dacht, ik maak even zo lekker een rondje van de zaak, hè. Altijd lekker. We moeten snel naar een gemeentehuis toe. Daar zou momenteel een man, denk ik, een hartaanval hebben of zo. Oké, veel pijn, dus... Ik zie ook echt heel veel politieauto's. Nog één auto erbij. Om te kijken wat er misschien aan de hand is. Goed. Oh, het is in die dingen. In die jeep. Kijken. Goedendag. Oh ja, jullie zullen ook wel merken, mijn poppetje, ik heb mijn poppetje even veranderd. Deze vind ik even net wat mooier, pas ik ook wat meer in de ambu en in de auto's. Goed. Ik vraag even wat is er los, ik weet al wat misschien wat er los is, maar... Het is jammer dat de brandweer er niet in zit, want die komt pas met de update. Ja, ik kan er niks aan doen. I don't know, ik hoorde iemand de hele tijd au zeggen. Oké, bedankt. Ik zei bedankt, ik drukte op de T, maar blijkbaar niet goed. Meneer... Ambulance. Misschien moeten we mee naar mijn ziekenhuis. Misschien heeft hij een. Weet ik veel, een breuk of zo. Dan nemen we hem mee. Kom maar, meneer. Goed. Nou, hij gaat achter in de ambu. En dan nemen we hem mee naar het ziekenhuis. Ik denk niet dat we gaan gebruik maken van de vrijstelling. Dus wij gaan maar met Prio
2 gaan we naar het ziekenhuis toe. Ik dacht dat hij serieus een hartaanval nodig heeft. Nodig had. Wat zeg je nou allemaal? Dat hij serieus een. Wat gebeurt er nou allemaal? Jongens, jullie kunnen echt niet rijden. Oké, ja. Goed, we hoeven niet gebruik te maken van de vrijstelling. Want ik dacht dat die meneer namelijk een hartaanval had. Of een hartstilstand, ik weet niet. Maar wij hoeven niet gebruik te maken van de vrijstelling. Dus wij gaan maar met. Oh ja, dat is wel handig. Sowieso bedankt. Weet je wat, we nemen maar gewoon één melding aan. Ja. In ieder geval, ik dacht dat hij een hartaanval heeft, maar hij heeft gewoon, denk ik, iets van in zijn been of zo. Dat er iets kapot is. Dus, ik ga het bloed om je been even schonen. Oh, hij heeft bloed gekregen. Oh, er is veel bloed vrijgekomen. Maar gelukkig is het niet ernstig. Goed, nou even de zwaarlichten uit. Goed, en we zijn weer terug. Dan rijden we hier even naar binnen. Kunnen we hier zo doen. Oh, joh, echt. Die deuren, echt, er moet echt een tijd op. Goed, hij brengt hem, Sifra brengt hem even naar binnen. En dan sluit ik de video even af. We hebben in ieder geval één melding aangenomen. Dus dat is chill. Goed. Mensen, ik ga jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. We hebben één melding aangenomen, dus dat is top. En dan, zullen jullie aan me gauw weer bij een volgende video. Dus, houdoe.